Aert, dit jaar voor het eerst als bestuurder deelnemer aan de Dakar Rally. Spannend denk ik, of niet? Ja, zeker spannend. We gaan het voor het eerst als bestuurder proberen. We hebben het al een paar jaar in andere vormen geprobeerd. We weten een beetje wat me te wachten staat. We hebben wel goede mensen om ons heen verzameld. En die ook mooie dingen gebouwd hebben. En een goede navigator. En ik denk dat het gewoon gaat lukken. Ja. Een jarenlange droom gaat in vervulling? Ja, het is een droom die begint met een keer meedoen. Een keer kijken hoe het alles in elkaar steekt. En uiteindelijk groei je ergens in. En dan kom je op een pad dat je een eigen auto krijgt en een eigen team. En zo komt het. Kun je eens vertellen hoeveel ervaring je eigenlijk al hebt in de Dakar Rally? Nou, ik heb best wel veel ervaring, maar de broodnodige ervaring om dit nou gaan te doen, heb ik te weinig. Zeg maar echt de duinen rijden. En daar heb ik wel een goede man langs me zitten die er al vaker geweest is, Michel. En daar heb ik veel vertrouwen in. Wat heb je al in de Dakar gedaan? Ik ben 2 jaar met Tony van Nijlen mee in de assistentie geweest, als monteur van Frits van Eert. En dat is eigenlijk maar 1 jaar geweest en 1 jaar starten we niet. En toen 2 jaar als monteur mee in de wedstrijd met het Afraya-team. Waarom heeft het zo lang nog geduurd voordat je zelf als bestuurder mee ging doen aan de Dakar Rally? Nou, als je me 1,5 jaar geleden gezegd zou hebben dat ik in 2012 met een eigen truc, een eigen team aan de start zou staan, had ik je voor gek verklaard. En ja, nu is het zover. Ik kan het ook geen naam geven. Het X-Dakar team ging auto's bouwen. Nou ja, Eimert ken ik al uit de tijd bij Tony van Dijnen. En toen hebben we altijd samen met een paar andere jongens aan de trucks gesleuteld. De snelle assistentie van Tony van Dijnen, de auto van Frits van Eert. En Eimert had altijd geroepen, die auto's bouw ik nog wel een keer zelf. Ik denk, dan zegt hij met een grote mond, ik zeg, als jij dat doet, dan ga ik jou mee helpen. En zo doen is het gekomen, dus hij ging auto's bouwen en we kwamen bij elkaar. En, hij zei, dus op een gegeven moment zei hij van, we gaan er geen 3 bouwen, maar 4. Ik zeg, voor wie wordt die 4e dan? Hij zei, voor jou. Ik zei, nou, dan moet ik eerst even naar huis. En, ja, oké, knoop doorgehaakt en aan begonnen. De doelstelling voor de komende Dakar? Uitrijden. En veel plezier maken. En jullie een keer tegenkomen.